vlog. Oh, het is zo vroeg, dat hoor je ook echt aan mijn ochtendstem, denk ik. Ja, ik heb vorige week geen video gepost, omdat ik het echt super druk had. En eigenlijk ook niet echt wilde had gemaakt om een vlog te maken, wat eigenlijk best wel slecht is. Dus ik ga echt mijn best doen om daarop te letten. Want ik wil jullie wel continu iets aan kunnen bieden. Maar dat lukt niet altijd. Maar goed, ik heb echt een leuke week. Want we hebben een surprise party. Voor, niemand minder dan mijn zusje. Ze wordt 23 jaar oud. En ja, ze wordt 23 jaar oud. En ja, weet je, ze heeft nooit, maar dan ook echt nooit een feestje gehad. En ze heeft er nooit echt ook zelf behoefte voor gehad. Weet je, ik ben altijd degene die van het feestje is en zij niet. En ik had zoiets van, weet je, ze wordt 23 en de laatste tijd is ze wel een beetje van het feest. Wilt ze hier en daar wel, weet je. Ze wilt trouwen, ze wilt feestjes hebben. dus ja. Dus toen had ik met haar vriend gaan zitten. En ik vroeg aan haar vriend van, ja, weet je, wat vind je ervan om voor Quina een kleine surprise party te vieren? Weet je, nou, met de corona's versoepeling mogen 30 personen, mits dat ze op 1,5 meter afstand zijn, mogen ze gewoon bij elkaar komen. En zei ze van, ja, tuurlijk, weet je. Quina heeft sowieso niet zoveel vrienden. Dus wij halen die 30 personen niet eens. Maar ja, en het thema is een beetje, je weet toch wel, 80s, 70s, maar meer met die kleuren van roze, paars, blauw, groen, zilver. Een beetje disco-achtig. En ik hoop zo erg dat het gewoon goed weer is, dat we alles in de tuin kunnen zetten, zodat ik de versiering echt gewoon mooi kan versieren. Want ik heb het allemaal in mijn hoofd, maar ja. Als het weer niet meewerkt, ja, dan moet ik echt gaan improviseren. En dan moet ik het binnen gaan doen. Maar ja, binnen is altijd wat minder plek. Omdat er toch bank staat. Er staat een bank, weet je, tafel, televisie. En ja, ik ga hun niet alles laten verschuiven. Puur voor een avondje feest. Oh, ik ben zo benieuwd hoe zij gaat reageren. Weet je, hoe gaat haar reactie zijn op dit? Gaat ze het leuk vinden? Gaat ze het niet leuk? Ik denk dat ze het wel gaat leuk vinden. Ik denk dat ze gaat huilen. Ze gaat echt huilen, denk ik. Maar ja, weet je, ze verdient het gewoon. Zij verdient het. En weet je, ze is gewoon geslaagd. Ze heeft een nieuwe baan. Zij verdient het gewoon. Dus. Chelsea zwaaien. Suhir. Shami. Suling. Suling. Video. Mami. Zwaaien. Cumpleaños feliz. Hiper piper piper pip. Hurra! Hiper piper piper pip. Hurra! Yay! Hey. Oh, leuk, dankjewel. Jij wat gaan filmen? Net niet. Mami. Buik is dik.
mami. Hey, ready, let's go. Mij wel kwam te meteen. Wat die? Oké, okay, mama. Ben je al dronken? Ben je aangeschoten? Of dronken? Ja, leeg. Ja. Bang. Je hebt het al gedaan, oké. Okay. Arriba. Oh, wat moeten we doen? Mijn moeder gaat ons leiden. Oké. Dit ritueel tot volwassenheid. Oké. Arriba. Arriba. Dat is mijn ding. Abajo. Para dentro. Ja, dentro. Mama, kom. 1, 2, 3. Lekker, hè? Niks verder, niks gekocht. Ik heb een heel druk weekend gehad. Ik heb echt sinds afgelopen 3 weken of zo zijn mijn weken gewoon de hele tijd piek. Ze zijn zo druk. Echt, ik kom gewoon aan bijna niks aan toe. Daarom heb ik vorige week ook geen vlog opgeload. Omdat ik gewoon echt er niet aan toe kwam. En ik had zoiets van, ja, weet je. Misschien ga ik vandaag ook helemaal geen vlog posten. Maar ja, weet je, ik dacht van nee, dan kan ik mijn kijkers niet aandoen. Maar het is vandaag dus zondag en ik heb echt mijn zondag gezicht. Weet je, ik heb geen make-up op, ik heb mijn haren niet gedaan. Ik heb lekker gedoucht, beide keren aangedaan en that's it. Mijn broer, even snel ben ik net wat sokken ben ik gaan halen, onderbroeken, deodorant, douchegel, zijn lievelingschocolade. Dan gaan we gewoon inpakken, weet je, een beetje versieren met ballon. Ik heb zo'n grote ballontekst gehaald en dan kan je gewoon iets erin schrijven, dus dat gaan we doen. Weet je, Jivan heeft ook iets gemaakt op school. En weet je, ik zat ook te denken, zal ik de kinderen iets laten tekenen, maar eerlijk is eerlijk, ik ben echt een moeder. Het is leuk voor eventjes, maar daarna vergeet ik ook dat die ding er is. En hij is ook zo'n vader, weet je, vooral vaders. En ik kan het wel even op de koelkast hangen, maar ik heb dan zoiets, oh, dat oogt gewoon heel druk. Even een paar dingen versieren voor hem en een tafeltje een beetje mooi maken. Weet je, wat als hij thuis komt, dat er staat fijne vaderdag en een paar cadeautjes op tafel en zo. Hij is bijna thuis, hij is binnen nu en een half uur, 3 kwartier zo thuis, dus ik ga jullie lekker meenemen. Wordt hier in het huis en ik heb de kleur zilver en blauw gekozen, omdat het echt een typisch mannenkleur is, vind ik persoonlijk. En doordat het zo glimt, maakt het toch wel wat luxer en ja, mooier. Waarom kom
Ik heb wel zin in. Dit is voor jou. Moet je een zoek maken? Ja. Wat staat erop? Mama. Lieve papa. Leuk. Nee. Ik wacht even, wacht even. Wel openmaken, denk ik. Ja, niet openmaken. Mama. Is dit voor mij? Ja. Wauw. Inderdaad. Ja. De beste vader. Wauw. Mooi. Echt? Ja. Dat doet hij voor jou ook. Kleinigheidjes hoor. Nee, papa. Maar dit is ook. Nee, wat zei je? Sorry. Nee, dit is ook. Ik kan het op de bos. Mag ik slapen? Chocola! Dit is voor jou! Is dit voor mij alleen of? Ook voor ons! Wat? Ook voor ons en ook voor jou! Maar wat staat hier? Dat is een chocola! Ja, papa! Ja? Oh. Ja? Ja? Oh! Voor? Papa! Dus, dit is voor? Papa! Ja! Dankjewel. Nee, wacht even. Wij hebben een beetje stuk. Oh, dit is ook wel lekker. Papa. Ja, en ik heb ook. Dankjewel. En ik heb ook een dankjewel. Dat is ook dankjewel. Dankjewel. Kusje. Jij. En je hebt het nog cadeautje, hè? Wat is dat? Ja, Brasa. Dat is voor mij. Ja. Ik heb het gezien. Brasa, Jalen. Jalen. Wel, wel, wel. Ja, ja, ja. En dat heb voor iemand gekregen. Wow. Goedje. Dankjewel. Oh, ik heb het wel. Dankjewel, ik ben heel blij. Wat is ik ga vandaag even een dagje weg met de kinderen. Ze zitten, liggen te slapen. Helemaal knock-out. Ik ga gewoon eventjes in de stad lopen. En kijken of wij wat kunnen scoren. Dag. Ja. Zwaaien. Hallo camera. Hallo camera. Zeg welkom bij een nieuwe vlog. Jalen, is het lekker? Het is echt zo lang geleden dat ik met hun, dat ik met de kinderwagen op pad ben gegaan. Deze kinderwagen heb ik gehaald toen ik zwanger was van Jalen. Toen was Nova volgens mij net een jaar of zo. Dus ik dacht, het is gewoon ideaal. Twee kleine kindjes. En zo kan ik hun toch vervoeren. Zit je lekker? Ja. Ja. Mama. Kassa, ik weet niet of jullie kassa vinden. Dat is echt een van mijn lievelings. Waar gaan we naartoe? Oma. Naar oma, hè? Rennen naar oma, rennen. Rennen naar oma, rennen. Rennen naar oma, rennen. Uh-oh. Rennen naar oma, rennen. Kom, lopen. Oma. Ja, rennen. Nee, kijk, daar is oma. Kijk. Kijk daar. Kijk.
Duitsland. Alles goed? Alles goed? Alles goed, papi, mami. We zitten nu... Echt jongen, sinds dat hij een beetje famous is jongen. Dit, heel de dag. Naar zichzelf zitten kijken. Kijken wat mensen allemaal tegen gaan zeggen. Maar ja, leuk dat hij eventjes met mij op het terrasje is komen zitten. Gezellig. Hartstikke gezellig, ja. Zometeen komt mijn zusje en haar vriend. Die komen ook bij ons zitten. Ze is net klaar met werken. En zijn er onderweg hier naartoe. En dan gaan we gewoon eventjes een uurtje zo ongeveer zitten. En dan gaan we ook naar huis. Ja, mijn huis morgen weer een dag. Morgenochtend ga ik even mijn moedertje weg. En ja. Ik kom hier heen en we hebben net gegeten bij, even kijken, bij Rodeo. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik weet dat, dat ze een plek hebben hier in Tilburg, Eindhoven. Maar voor de rest durf ik niet te zeggen of ze het in Rotterdam of al die andere plekken het ook hebben. Het is heerlijk. Ik pak meestal speerribs. Boetje pakt... Mixed grill. Ja, hij heeft vandaag mixed grill gepakt, maar normaal pak jij... Steak. Normaal pak hij steak. Dus, maar ja, het is echt heerlijk daar. Het is echt een van onze lievelings restaurant. Heerlijk. Het is ook echt heerlijk weer. Dit week wordt hittegolf. Ik heb de afgelopen week echt een beetje zitten brainstormen van wat ik ga doen. Voor mijn bedrijf, want ik wil mijn bedrijf wel erg graag uitbreiden. Ik wil meer dingen bij toevoegen. Dus echt, ik ga ook acties wegdoen. Ik wil tegen jullie zeggen, abonneer op mijn kanaal, nodig mensen uit. Volg mijn Instagram, mijn Facebookpagina. Want op die drie social media zal ik die weggeefactie doen. Maar ik zal het alleen maar doen als ik... 250 abonnees hebt. Dus alsjeblieft, als je mensen kent, laat hun abonneren op mijn kanaal. Laat hun abonneren en dan ga ik een leuke weggeefactie doen. Weet je, ik ben een wedding party planner, dus we kunnen even kijken wat bij de persoon op dat moment past. En ja, ik hou jullie op de hoogte. Als jullie leuke ideeën hebben, laat me weten in de reactie beneden. En ja, we kunnen verder. Nou, we zijn klaar met het terrasje pakken. En ik ben onze uitritkaartje in de auto vergeten. Dus we moeten lopen. Dus als ik aangereden word, het was a pleasure to meet you guys.